Ja, dank u wel. Ik had ook graag willen beginnen met een anekdote dat toen ik 4 was, dat ik mijn eigen burgerinitiatief ben gestart. Dat kan ik helaas niet zeggen. Ik kan wel zeggen, toen mijn zoon 5 was, heb ik een burgerinitiatief op zijn school gestart om het schoolplein te vergroenen. We hadden geen water, dus we hebben niks kunnen doen aan waternatuur, maar de bedoeling was inderdaad wel om de jeugd de natuur bij te brengen. En ook aansluitend bij het vorige verhaal, ik was onder andere geschokt over de verhalen van zijn vriendjes die echt een merel niet van een koolmees konden onderscheiden. Ja, dus wat dat betreft is het inderdaad heel belangrijk om die mens en een kind met de natuur te verbinden. Burgerinitiatieven zijn daar een heel mooi voorbeeld van. En ook in Flevoland zijn er heel veel mooie burgerinitiatieven. Een aantal jaar geleden hebben we ook onderzoek gedaan in Flevoland, onder andere de Eemvallei Zuid, waar door de provincie ook de mogelijkheid was geschapen om voor burgerinitiatief, onder andere samen met Staatsbosbeheer, om iets te doen met voedselbossen en met de speelwildernis. En er zijn dus heel veel mooie initiatieven die daar ontstaan zijn, maar dat soort initiatieven hebben ook veel uitdagingen. En daar wil ik mijn essay en mijn verhaal nu iets over vertellen. En want die burgerinitiatieven die beginnen vanuit een kracht. En ze beginnen onder andere vanuit een integrale visie. Dat is een hele grote kracht van dat soort initiatieven. Als ik kijk in mijn veld, dat gaat om groene initiatieven, dan zie je ze richten zich heel vaak op biodiversiteit of op natuureducatie. Maar ze richten zich ook op sociale cohesie. Het onderwerp wat we voor de pauze hebben gehad. Op gezondheid. Op heel op andere dingen die meeliften met natuur. En dat is een van de krachten van burgerinitiatieven. Een andere kracht is een innovatiekracht. Ze kunnen vernieuwen. Ze leveren nieuwe ideeën. Als je door Flevoland rijdt, als je er woont, ik woon er zelf niet. Flevoland is bekend vanwege zijn windmolens. De eerste windmolens kwamen vanuit burgerinitiatieven. 30, 40 jaar geleden een aantal boeren, een aantal enthousiaste techneuten gingen windmolens plaatsen. Burgerinitiatief, Natuurmonumenten is begonnen als burgerinitiatief. Dus er komt heel veel energie vanuit die burgerinitiatieven. Maar er zit natuurlijk wel een grote uitdaging. En die wil ik graag linken ook aan Flevoland 2050 en al die ideeën van de toekomstdenkers die daar gevraagd zijn. Er zitten schitterende ideeën tussen, maar ook heel veel wensdenken. Er is de wens om in flats te wonen met gelijkgestemden. Ja, ik weet niet of ik daar zelf heel gelukkig van zou worden, maar het is in ieder geval een wens die er is. Er is een wens voor duurzaam vervoer, zodat je lekker kan blijven reizen, maar toch duurzaam. Maar dat wensdenken moet omgezet worden in de werkelijkheid. En ik denk dat daar de grote uitdaging ligt voor tussen nu en 2050. Hoe kan onder andere de provincie Flevoland nou daadwerkelijk bijdragen aan dit soort ideeën? Hoe kunnen die ideeën werkelijkheid worden? En dan kom je er niet met alleen de energie en het enthousiasme en de gedrevenheid en de kennis van die burgerinitiatieven. Er moet een provincie of een gemeente, die moet daar ook de mogelijkheid voor scheppen. Die moet het proces faciliteren. Die moeten hulpbronnen, zoals wij dat noemen, moeten ze geven. Er moet geld beschikbaar zijn. Er moet ruimte beschikbaar zijn. Als een burgerinitiatief waternatuur zou willen ontwikkelen, dan moet een overheid bereid zijn om daar de ruimte voor beschikbaar te stellen. En in de regelgeving moet natuurlijk meer ruimte zijn voor dat soort initiatieven. Wat ook heel belangrijk is, is dat burgerinitiatieven op een makkelijke manier binnenkomen bij de overheid. Die integrale blik van een burgerinitiatief, die mist soms bij een overheid. Dat maakt het voor burgerinitiatieven lastig. Het biedt ook een kans voor overheid om via die burgerinitiatieven ook binnen hun organisatie bezig te gaan met dat soort met dat integrale denken. Maar die stap voor overheden om daadwerkelijk te faciliteren en daadwerkelijk ook de burgerinitiatief mogelijk te maken en daarmee ook de inspraak van burgers te verbeteren, dat is nog een hele lastige stap. En er zijn er heel veel ideeën over. Onder andere, en daar hebben jullie waarschijnlijk wel van gehoord, met burgerfora, de G500 of de G1000. Maar ook daarvoor zijn al heel veel adviezen gegeven van, het zijn mooie ideeën, maar om ze werkelijkheid te maken, moeten er een aantal randvoorwaarden zijn vervuld. Bijvoorbeeld, het moet heel duidelijk zijn waarover mensen mee mogen praten. Ook in Flevoland 2050, meepraten, dat kan. Maar waar ligt de beslissing? Worden de ideeën die geformuleerd worden, worden die ook werkelijkheid? Voordat zo'n proces begint, is het heel belangrijk om daar ook duidelijk over te zijn. En je kan heel veel wensen benoemen, maar op het moment dat niet duidelijk is of de overheid dat ook toestaat en de ruimte laat, wordt het heel erg lastig. En zijn er allerlei voorwaarden die eigenlijk vanuit een provincie, vanuit een gemeente vervuld moeten worden, voordat burgers daadwerkelijk inspraak krijgen. Dus het gaat niet alleen om het vragen, het gaat ook om het daadwerkelijk mogelijk maken en die macht durven afstaan.
Thank you.